We gaan eerst even praten over de Colle Kitchen. Zij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar het bijzondere van Colle Kitchen is dat ze gaan werken in een commerciële werkomgeving. Aan tafel, Sil de Graaf van Start Foundation, welkom. En Bartel Gelijnse van Colle Kitchen. Aan jou de eerste vraag. Wat is het precies, Colle Kitchen? Wij helpen jongeren inderdaad aan een nieuwe kans om weer aan te haken bij de arbeidsmarkt. Ja, dus om wat voor soort jongeren gaat het dan? Voornamelijk waarjongers. Uiteindelijk vinden wij gewoon de talenten terug die ze zelf blijken te hebben. Alleen vaak een beetje verborgen liggen onder eerdere fouten of problemen in het begin van hun loopbaan, zeg maar. En we doen dat door ze meteen, waar je terecht aan refereerde, vanaf dag 1 in een echte commerciële omgeving neer te zetten. Dat is ooit begonnen in de horeca. En we zijn sinds 2011 nu voornamelijk aan het doorstoten in de bedrijfscatering. Ja, en dat is een spannende. Daar gaan we zo over door. Eerst even naar jou, Sil. Want de Start Foundation, welke rol spelen jullie bij de organisatie? Nou, wij zijn financier van de Colle Kitchen. We zijn eigenlijk een maatschappelijke investeerder. En wij willen graag mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen bieden. En dat doen we onder meer door dit soort initiatieven te financieren. Een maatschappelijke investeerder, dat klinkt ontzettend boeiend. Waar komt dat geld vandaan? Dat geld komt van Start Uitzendbureau. Dat is ooit ook opgericht om mensen die kwetsbaar waren, zeg maar, door middel van een uitzendbaan aan vastwerk te helpen. Start Uitzendbureau is op een gegeven moment verkocht. Mm-hmm. En de verkoopopbrengst van dat bedrijf, dat is een vermogen. En daarmee mogen wij mooie dingen doen. Dan even terug naar die bedrijfscatering, want dat zal er ook aan toe bijdragen dat je gewoon een winstgevende organisatie aan het opzetten bent. Ja. Hoe zijn jullie doorgestart? Begonnen in de horeca en toen? Ja. We zijn in 2011 hebben we de stap gemaakt naar onze eerste locatie in Breda. Bij een commerciële verkooporganisatie van meubilair voor horeca, kantoren en instellingen. En daar hebben we eigenlijk het podium gecreëerd om het concept in het huis van een ander eigenlijk te brengen. Ja. En het mooie is dat we en daardoor het vak weer kunnen invullen zoals ik ook persoonlijk vind dat het hoort. Het heeft iets met aandacht te maken. En dat kunnen wij door onze leerlingen veel intensiever en veel breder aanbieden dan welke commerciële organisatie ook. Maar aan de andere kant hebben we daar ook gezien dat we een podium, een agenda helpen vullen voor het bedrijf wat met ons wil samenwerken. Die zelf ook op zoek zijn naar een stuk sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Ja, want is dit weggelegd voor ieder bedrijf? Kan ieder bedrijf op deze manier gaan werken? Nou, weet je, de Colle Kitchen is wel een heel bijzonder bedrijf. De sociale missie zit echt in de genen van het hele bedrijf. Maar het is wel een heel inspirerend voorbeeld om te kijken naar mensen en te kijken wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. En er zijn ook steeds meer bedrijven die op dit moment die mogelijkheden gaan zoeken. Terug naar de jongeren ook even, want voor hun gaat er natuurlijk een wereld open. Hoe is de groep samengesteld? Jullie werken met leermeester en leerling, heb ik begrepen? Ja. Als de opdrachtgever ook echt locatiegebonden leerlingen wil, dan hebben we op een team altijd een koppel staan van minimaal een chef-kok en een manager. En dat zijn de twee tegelijkertijd praktijkbegeleiders voor de leerlingen. En zij richten zich natuurlijk op het stuk vakbegeleiding. Aan de andere kant krijgen de leerlingen ook gewoon huiswerkbegeleiding op locatie. Dat gebeurt ook in het zicht van, dat hoort bij het project. Daarom haal je ons ook naar binnen om te laten zien dat we aan het investeren zijn in jongeren met talent. Ze krijgen ook les op de locatie, dus het ROC, de leraren, de docenten waar we mee samenwerken komen op locatie lesgeven. Je moet een speciale ambitie hebben, je moet een drive hebben. Waarom ben je dit gaan doen? Ik heb iets met dienstverlening, ik heb iets met gastvrijheid, dat is mijn hele professie, daar ben ik ook in opgeleid, mijn hele leven al. Alleen de combinatie om met leerlingen dat te doen, waardoor je echte aandacht kunt geven, dat is fantastisch. En ik kan zowel mijn passie voor mijn vak kwijt als de passie voor mensen. Laatste vraag voor jou, Sil. Ja. Nou, ik vind dit zo'n mooi voorbeeld, want we hebben dus een onderzoek gedaan naar de specifieke succes- en slaagfactoren van dit soort initiatieven. Maar het gaat hier echt om een dubbele uitdaging. En dat onderzoek heet Passie en Poen. En dat is een hele mooie samenvatting waar het nou eigenlijk om gaat. Want je hebt wel poen nodig om dit soort initiatieven op te starten. Je moet poen verdienen om duurzaamheid te bereiken. Ja. Maar je hebt ook heel veel passie nodig voor dit soort initiatieven. En dat zien we heel mooi terug bij de Colle Kitchen. Voordat dat allemaal op mij afschijnt, maar dat zie je inderdaad heel erg bij ons. En dat zegt dus ook iets over de mensen die bij ons werken. Dat zijn allemaal gepassioneerde mensen. Ik wens jullie heel veel passie en nog meer poen om nog meer van dit soort fantastische projecten verder te ontwikkelen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Okay. Dankjewel.